Dat je kijkt naar Ik ook met Lin. Wat staat er vandaag op het menu? Zoete aardappelen stampot met spekjes. Wat zit er vandaag in het kratje? Andijvie, pijnboompitten, bosui, geitenkaas, zoete aardappelen, spekjes en olijfolie. Met welke materialen gaan we vandaag koken? Bakpan, kookpan, stamper. Als je geen stamper hebt, kan je ook een vork gebruiken. Pollepel en pannenlappen. Doe de zoete aardappel in de pan. De pan voor het helft met water. De pan op de vuur, de deksel erop, breng het water aan de kook. Ondertussen zet je de andere pan op de vuur en voeg je de olie toe. Laat dit even goed warm worden. De olie is goed warm. We voegen nu de spekjes toe. En bakken dit goed door. Water kookt nu. We zetten de timer op 15 minuten. De spekjes zijn nu goed gebakken. We voegen de pijnboompitjes toe. Dit laten we even kort meebakken. Ik heb dit ongeveer 5 minuutjes gebakken. Het is nu klaar en we zetten de vuur uit. 15 minuten zijn nu voorbij, we gaan het nu afgieten. Pannen laten en giet het water altijd van je af. De pan terug op de fornuis zonder vuur. Stamp de aardappel met een stamper of een vork tot puree. Als dit klaar is, voeg je de andijvie toe. En je stampt dit helemaal in de aardappel heen. Mag dit aan de zijkant van je pan blijven zitten, kan je dit met een lepel loslaten. Voeg de bos uit toe en stamp deze mee. Het gerecht is nu klaar, we scheppen het op het bord. Nu de spekjes toe. En hierna de geitenkaas. Het gerecht is nu klaar. Het is lekker om alles door elkaar te mengen. Eet smakelijk.